Wat brengt u hier naar de cyclocross in Oostmalle? Ik had een schoonuitnodiging van Sven Nys om uiteraard om te komen kijken, maar achteraf nog bij hem in de camper 5 minuten over ons beroep te kunnen spreken. Nee. En hoe hebt u de wedstrijd beleefd? Als beginneling, maar ik vond het heel schoon om te kunnen zien. Ik had het alleen op tv gezien tot nu toe. Bent u een wielerkenner? Zo'n namen noemen, dat gaat wel, maar kenner durf ik niet zeggen. Ja. En hoe hebt u de voorbije festiviteiten voor uw 60ste verjaardag beleefd? Soms als in een droom. En nu begin ik te denken, dat is toch een lange verjaardag. Als een week later nog iedereen zegt proficiat, dan denk ik, het is een lange verjaardag. En hoe ziet u de komende weken en maanden in uw carrière? Is daar een nieuwe boost? Ja, ik heb dat niet nodig. Ik heb elke dag mijn boost van 2 keer per week te spelen en dat met veel plezier te doen. Dank u wel en nog een fijne avond.